Loslaten waar het kan en ondersteunen waar het wenselijk is. Dit jaar was en is het jaar van de wijken en buurten, gericht op initiatieven van inwoners van onze gemeente. De invulling daarvan verschilt enorm per initiatief. Sommige inwoners hebben helemaal geen hulp nodig en dan moet je als gemeente loslaten. En sommige hebben wel behoefte aan ondersteuning en die moeten we dan ook geven. De PvdA ziet in de gemeente Tiel gelukkig veel goede voorbeelden van betrokken inwoners. Bij initiatieven van inwoners moeten we als politici natuurlijk allemaal onmiddellijk denken aan NL Doet. Want een deel van de Tielse raadsleden steekt bij NL Doet immers ieder jaar weer de twee linkerhanden uit de mouwen. Verder wil de PvdA de vele initiatieven op Burendag niet onbenoemd laten. En ook de nationaal bekende Tielse evenementen georganiseerd door vrijwilligers, Appelpop en Fruitcorso, mogen we natuurlijk niet vergeten. Maar de mensen die in de werkgroep wijken en buurten zitten hebben dit jaar duidelijk gemerkt, er is nog veel meer. Of het nu gaat om de aanschuiftafel Tiel Oost, waarbij oudere inwoners voor een hele lage prijs gezellig met elkaar een hapje kunnen eten. Het opknappen van begraafplaats ter navolging. Of de dorpsraad van Kapel Averzaat, die op dit moment bezig is met inbreng van de inwoners van het dorp een dorpsplan vast te stellen. Het zijn mooie projecten waarop vrijwilligers terecht enorm trots zijn. En ook vanavond hebben we de heer Mol gezien, die met een fantastisch initiatief komt voor het Sinterklaasfeest. De PvdA wil hier met name ook buurtpreventieprojecten noemen, die zeker na het jaar Veilige Tiel, het jaarthema van de Raad 2012, als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Het is natuurlijk altijd enorm lastig om te zeggen wat daar nou precies het effect van is, maar feit is dat het aantal buurtpreventieprojecten enorm is toegenomen en het aantal inbraken en misdrijven enorm is afgenomen de afgelopen jaren. De PvdA gelooft dat er een verband is tussen de twee en vindt dat de gemeente Tiel de buurtpreventieprojecten moet blijven ondersteunen waar dat wenselijk is. Het mooiste is natuurlijk als betrokkenheid bij de eigen gemeente en de Tielse samenleving met de paplepel wordt ingegoten. Wij mogen daarom trots zijn op onze kinderraad die dit jaar een lustrum viert. De kinderraad bestaat alweer 5 jaar en mag met recht een succes heten. De complimenten voor de kinderraad van de PvdA die menen wij oprecht. Maar er zit ook wel een pragmatisch tintje aan, geef ik u eerlijk toe. De PvdA heeft de kinderraad in 2016 namelijk heel erg hard nodig. Voor de PvdA gaat dat jaar hopelijk een lang gekoesterde wens in vervulling. Ik gebruik niet voor niks het woord hopelijk, want dit gaat alleen door als de kinderraad een positief advies geeft. En ik heb het natuurlijk over de politiekids. De politiekids is een project waarbij kinderen kennis maken met het politiewerk en de agenten in hun wijk. De PvdA hoopt dat de politiekids er komen voordat de motie zijn lustrum beleeft. Want het is inmiddels verreweg de oudste motie die in de voortgangsrapportage staat. Ook de politiekids passen natuurlijk bij het met de paplepel ingieten van betrokkenheid bij de Tielse samenleving. Die betrokkenheid moeten we wat de PvdA betreft ook stimuleren als de paplepel wat groter wordt. Daarom is de PvdA blij met het jaarthema van 2016, jongeren. We hopen dat 2016 het jaar wordt waarin jongeren meer betrokken raken bij bestaande initiatieven uit hun leefomgeving en waarin jongeren komen tot nieuwe initiatieven en activiteiten. Zo denken we ook aan de toekomst van de initiatieven in Tiel. Met het jaarthema 2016 eindigt natuurlijk het jaarthema van 2015, wijken en buurten. Maar het werk vanuit dit jaarthema is nog lang niet voorbij. Sterker nog, volgens de PvdA hebben we met z'n allen nog wel een klus te klaren. Het Bloesemakkoord spreekt in het kader over, ik citeer, een omslag in houding en gedrag van bestuurders, ambtenaren en samenleving, einde citaat. Die omslag is niet van vandaag of morgen gerealiseerd. Een voorbeeld van waar die omslag nog gemaakt moet worden of had moeten worden is de totstandkoming van de speeltuin in de Nierijnlaan door inwoners van Tiel West. Loslaten waar het kan en ondersteunen waar het wenselijk is, werd bij deze speeltuin te veel loslaten en te weinig ondersteunen. De twee dames die deze kar hebben getrokken hebben bij vlagen met hun handen in het haar gezeten. Dat inwoners zelf zaken moeten regelen bij dit soort projecten, dat was hen bekend. Maar bij het ophalen en verplaatsen van enorme speeltoestellen met betonnen voeten hadden zij op steun van de gemeente gerekend. En op de vraag aan de gemeente wat ze moesten doen met stoeptegels die ze hadden uitgegraven om de speeltoestellen te kunnen plaatsen, kregen ze naar verluid te horen dat ze die maar zelf naar de AVRI moesten brengen en dus zelf ook de afvalverwijderingsbijdrage moesten betalen. Terwijl de eigenaar van de stoeptegels de gemeente Tiel is en die is ook eigenaar van de AVRI of een van de eigenaren van de AVRI. Dat vindt de PvdA wel een absurde situatie. Op dit soort punten moet de omslag duidelijk nog komen. En in dat kader steunen we ook van harte de motie van GroenLinks om een nieuw speeltuinenbeleidskader, een beleidsnota te maken.
En wij zouden het college willen adviseren. Ga ook praten met de inwoners van de Nierijnenlaan om te kijken hoe dat plan eruit zou moeten zien. Leer ook van de dingen die in dat dossier zijn gebeurd. Gelukkig is met de wijkregisseurs een mooie stap gezet in de goede richting. Door per wijk één herkenbaar aanspreekpunt te hebben, dat ook het gezicht is van de gemeente voor die wijk, is het voor inwoners en organisaties duidelijk bij wie ze moeten zijn. De PvdA hoopt dan ook dat de wijkregisseurs een positieve bijdrage gaan leveren aan de omslag. Naast loslaten waar het kan en ondersteunen waar het wenselijk is, helpt de gemeente ook waar het moet. Zo gaf ik in het begin al aan. Ook hierin zijn verschillende ontwikkelingen te zien die de PvdA hier wil noemen. Een belangrijk punt voor de PvdA is de verplichting tot social return die sinds dit jaar deel uitmaakt van het inkoopbeleid van de gemeente. Als bedrijven goederen of een dienst leveren aan de gemeente of een werk uitvoeren voor de gemeente, moeten zij hiervoor een sociale opdracht voldoen. Zij moeten dan bijvoorbeeld langdurig werklozen of andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen. Inmiddels hebben de provincie en diverse gemeenten, waaronder Tiel, een website voor werkgevers gemaakt over social return. De PvdA is verheugd te zien dat de gemeente Tiel ook hiermee werk maakt van social return. En dat menen wij oprecht, want ik kwam er tegen in voorbereiding op de begrotingsraad, kwam ik die website tegen. Ik dacht, nou, dat is toch netjes gedaan. Veel bedrijven dreigen hun sociale steentje al bij. Om die bedrijven in het zonnetje te zetten, heeft de Raad in 2013 per amendement van de PvdA een prijs in het leven geroepen voor maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen. Dit jaar is de eerste oorkonde uitgereikt aan Smit Plastic. Bij dit bedrijf zijn circa 20 cliënten werkzaam van Cirelo. De samenwerking bestaat al vanaf 2006, naar volle tevredenheid van beide partijen. De PvdA vindt het geweldig dat Smit Plastic de eerste oorkonde heeft ontvangen en hoopt dat nog veel meer bedrijven een dergelijke prijs gaan krijgen. Inmiddels heeft de Raad uitgesproken dat de boetes die bedrijven moeten betalen als ze niet aan een social return verplichting voldoen, worden ingezet om dergelijke prijzen te bekostigen. En ook dat vindt de PvdA een goede ontwikkeling. Helaas waren er dit jaar ook minder goede ontwikkelingen waar het gaat om het helpen van inwoners. Zo denkt de PvdA terug aan begin van dit jaar toen de vervoerder van de regiotaxi opeens stopte met het vervoer. Voor veel mensen ontstond een hele vervelende en onduidelijke situatie. Voor mensen die niet mobiel zijn en afhankelijk zijn van dit vervoer, had het tot gevolg dat ze aan huis gekluisterd waren. Gelukkig is deze situatie vrij snel opgelost. Vanaf 2017 zullen wij als gemeente het regiotaxivervoer zelf moeten regelen in het kader van basismobiliteit. De PvdA is benieuwd hoe het proces er op dit moment voor staat en wanneer de Raad hierbij weer betrokken wordt, want over de gestelde kaders waren wij eerder niet tevreden. Als andere vervelende ontwikkeling waar het gaat om inwoners helpen, denkt de PvdA aan de wachttijden voor de schuldhulpverlening. De PvdA hoopt dat de wachttijden zo snel mogelijk verdwijnen en dat onze inwoners weer snel en adequaat geholpen worden. Want de gevolgen voor de inwoners zijn groot. Velen van hen zitten in situaties waar ze maar niet zonder hulp uitkomen en waarbij nare consequenties zoals huisuitzettingen en het niet kunnen betalen van zorg als zwaarden van Damocles boven hun hoofd hangen. Ook denkt de PvdA aan de huishoudelijke hulp in de zomervakantie, of beter gezegd het gebrek daaraan in sommige gevallen. Inwoners die afhankelijk zijn van anderen om hun huis schoon te houden, kregen daarbij niet de hulp die hun beloofd was en die zij nodig hebben, en bleven vervolgens met een vies en ongezond huis achter. Dat kan natuurlijk niet. Daar waar het gaat om het helpen van inwoners waar het moet, kijkt de PvdA natuurlijk ook naar de decentralisaties, de grootste ontwikkelingen van het jaar 2015. Sommige zaken lopen goed. De PvdA heeft het idee dat de gebiedsteams jeugd en gezin goed functioneren. De samenwerking tussen de verschillende organisaties is verbeterd en er zijn naar ons weten geen wachtlijsten. Andere zaken lopen minder goed. Helaas ontbreken nog altijd de wijkteams van 0 tot 100 jaar. Veel zorgen maakt de PvdA zich over Veilig Thuis, het nulpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er zijn lange wachtlijsten en de organisatie heeft geen goed registratiesysteem. Juist bij organisaties die zich met onderwerpen bezighouden die een diepe impact hebben op mensenlevens, is het beschamend. De decentralisatie zette zich door in 2016. Een van de grootste ontwikkelingen is dan de werkzaak Rivierenland. De PvdA is het eens met de insteek van de werkzaak. Iedereen die het in zich heeft om werk te verrichten, die moet geholpen worden om hem of haar zo goed mogelijk in staat te stellen duurzaam te gaan werken. Het liefst zien we mensen een reguliere baan krijgen. De PvdA is benieuwd hoe de werkzaak vanaf 1 januari 2016 gaat opereren en volgt de ontwikkelingen met interesse. Daarnaast is de PvdA verheugd dat er nu ook een lokale regeling komt om mensen met een beperking of chronische aandoening tegemoet te komen in hun meerkosten, nadat het Rijk die regeling heeft afgeschaft.
Het is goed om te zien dat we hier nu een lokale invulling aan geven en zo kunnen we ook hierin mensen helpen waar dat moet. Ten slotte vindt de PvdA het positief dat we binnenkort een discussie hebben over de inzet van de extra middelen voor armoedebestrijding, waar de PvdA in november 2013 een motie voor heeft ingediend. Het is helaas hard nodig om meer aan armoedebestrijding te doen, zo toont de minima effectrapportage aan. De PvdA steunt daarom ook van harte de motie die ChristenUnie heeft ingediend voor een armoedepact. Op het gebied van het bestrijden van armoede moet de gemeente immers nooit loslaten en altijd helpen. Meneer de voorzitter, loslaten waar het kan, ondersteunen waar het wenselijk is en helpen waar het moet. Wat de PvdA betreft is dat ook het motto voor 2016. Dank u wel.